Sascha Kotić, vorige wedstrijd heb je moeten missen door een schorsing. Ondertussen al een beetje af kunnen koelen. Ja, zeker. Je wilt wel altijd spelen, maar ja, goed, met de schorsing ging dat niet. Gelukkig konden we de wedstrijd dan winnen, hè, ook. En ja, ik ben er wel klaar voor. Ja, nu donderdag de wedstrijd tegen Moeskroen. Zondag tegen Brugge. De wedstrijden volgen elkaar in snel tempo op. Is dat een vloek of een zegen? Nee, dat is mooi, omdat je kunt je snel weer bewijzen. En misschien ook soms dingen een beetje rechtzetten. We wisten ook dat, of weten ook dat de laatste wedstrijd niet ons beste match was. Goed dat we wel winnen en die punten meepakken. Ja, dat is ook een beetje kwaliteit, zou ik zeggen. Slecht spelen en punten pakken. Maar ja, ik hoop dat we nu donderdag ook een goede wedstrijd weer kunnen spelen. En een beetje iets kunnen tonen aan de supporters. Hoe vatten we de wedstrijd tegen donderdag aan? Hoe bereiden we die voor? Want Moeskroen staat toch hoger dan verwacht, kunnen we wel zeggen. Ja, absoluut. Ze hebben een heel goed team dit jaar. Stevig team. Snelle spitsen, ja, van alles een beetje in het team gemengd. Dus moeten we heel, heel voorzichtig en heel veel uitkijken. Moeten vanuit een goede organisatie moeten we proberen ons voetbal te spelen. En ja, mogen ze zeker niet onderschatten. Ik denk dat ze dit jaar al veel bewezen hebben. Een beetje misschien ja, toch de relevatie ook een beetje van dit jaar. Niemand had dat echt verwacht van hun. Dus we zijn gewaarschuwd. En we moeten met 120% aan de wedstrijd beginnen. Verwacht je donderdag terug te starten? Ik hoop het wel. Je wilt altijd starten als je speelt. Ik heb nu tot nu toe alles gespeeld. Dus ik hoop dat ik kan starten. Maar ja, de keuze is natuurlijk aan de trainer.